Piet Borsboom werd soldaat kort voor de Duitse invasie in 1940. Ik had geen uniform voor me toen ik kwam. Ik heb nog 14 dagen gewoon naar Burger gelopen. Arm, arm. Het enige wat goed was, het eten. Bij de genie leerde hij mijnen leggen, noodbruggen bouwen en schieten met verouderde wapens. Ik moest bijna net leren steken met geweren uit de Franse tijd. Hij werd met 36 man naar Rotterdam gestuurd, in een gevorderde touringcar. We waren bij de bus en heb je al munitie bij je? Niemand had munitie. Zo werd hij weggestuurd. Kregen allemaal 14 patronen mee. In Rotterdam was het chaos door de bombardementen. Er was geen korporaal meer, geen sergeant meer, geen andere hoofden. Die waren allemaal gevlucht. Die hebben gewoon in de steek gelaten. Bomen stonden als fakkels in brand. Tussen instortende gevels hielp hij een wanhopige moeder die haar baby kwijt was. Waar is de kind dan? Ja, daar en daar. Van tijd had je geen begrip. Je had helemaal geen tijd om te beslissen. Je moet gelijk doen. Bij gebrek aan militaire leiding en orders sloot hij zich aan bij de vluchtelingen. Zeg, hier heb je geweer, wij gaan weg. Kogels een kind water gegooid. Piet Borsboom, Tweede Wereldoorlog veteraan.